Yo, kijkers van Online Games. En welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van het WK 2018. Met vandaag de wedstrijd. De laatste 16 wedstrijd gaat vandaag eindelijk verstart. Met de wedstrijd Frankrijk tegen Argentinië. Als je wint, ga je door. En als je verliest, ga je naar huis. Ja, er zijn toch wel wat interessante wedstrijden. Argentinië heeft toch nog gewonnen van Nigeria met 2-1. Heel knap gedaan. Sommige landen zijn al naar huis. De wereldkampioen van 4 jaar geleden is al naar huis. Dat is natuurlijk Duitsland. We hebben verloren met 2-0. Ja, ik weet niet wat de Duitsers... Maar Duitsland is ook terecht naar huis gegaan, vind ik wel. Maar laten we gewoon de wedstrijd, de laatste 16 spelen, de eerste wedstrijd. Laten we gewoon eerlijk beginnen. Ja, maar ja, ik heb er behoorlijk veel zin in en ik hoop nu ook. Nu gaat het toernooi eindelijk van start. Nou, als er bezig de volgende zijn geweest, maar nu gaat het knock-out fase. Laten we gewoon beginnen, ja. We spelen aan het Kazan Arena. Frankrijk, Argentinië. Ik speel met Argentinië, laatste 16. Het publiek zit er klaar voor en de spelers bereiden zich voor op deze laatste wedstrijd. 16. Frankrijk speelt zometeen tegen Argentinië. Vanuit de Kazan Arena gaan we deze wedstrijd live volgen. Het is drop of ronde. Het is alles of niets voor de Frankrijk. De verliezend finalist van de Europese kampioen speelt tegen de verliezend finalist van de wereldkampioen. Frankrijk Argentinië. En ik ben Juri Mulder. We hebben opnieuw de opdracht gekregen om de wedstrijd voor u te verslaan. Nou, en dat doen we heel graag vanuit dit schitterende stadion. Dit is nog een goede partij tussen Frankrijk en dit is de stand, ja. Rusland is dat Japan, dat klopt allemaal niet. Dus, het ziet er zo ongeveer moet het eruit zien wie tegen wie gaat spelen. Het was natuurlijk handiger geweest als je na elke wedstrijd met de bus kon reizen. Maar ja, in ieder geval dit in de meeste stadion zich in het Europese deel van Rusland. Frankrijk is goed winnaar. Worden in Pool D of C? C, ja. Na 18 is tweede en Poetin. Volkslied van de Fransen. Heel mooi. Die van de Argentijns. De Kazan Arena was een belangrijk stadion tijdens de zomeruniversiade van 2013. En dat is een internationaal evenement met verschillende sporten. Dat wordt georganiseerd voor universiteitsstudenten. Ja, naast de openingsceremonie werd hier ook de sluitingsceremonie gehouden. Het gaat er eigenlijk om spannen nu. Als je verliest kun je naar huis. Dit is het. Opzij van Frankrijk, Loris in de duel. Vandaag voor de dag komen. Zie die bevaring, u met die dichtne. En papa, kind, de Pogba, alleen maar. Antoine Griezmann. Spelen met een teruggetrokken spits, Evert. En Guwoud in de spits. 4-4-1-1 opstelling de Fransen. En de opstelling van Argentinië. Romero in het duel. Zeg ik, actietje maken of een balletje binnen. Zabaleta, Fazio, Garay, Rujo. Diepe spits in naar de Mascherano, Banega, Biglia, Lerna Messi, Higuain en Di Maria. 4-3-3 opstelling van Argentinië. We zijn begonnen aan de eerste helft van wedstrijd is begonnen. Twee teams die wij met alsjeblieft kun je vertrekken. Kun je gaan boel pakken. De Fransen proberen de bal naar voren te krijgen. Higuain. Ever Banega. Die is wel niet zo aan de bal. Daar komt de eerste kans voor Argentinië. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben. Maar daar komt de eerste kans aan. Hij is afgekeurd. Keurig de buitenspelbal in. Oh ja, als het 0-0 blijft, moeten we natuurlijk gaan verlengen. Hè? Dus we kunnen tot aan penalties komen aan deze wedstrijd. Als het gelijk blijft. Gonzalo. Higuain. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Dat is de eerste goede kans voor Argentinië.
Maar ja, als we penalties moeten doen, ik ben altijd heel slecht in penalties. Antoine Griezmann. Paul Pogba. Die paas dat onderschept. Voordeelregel goed toegepast voor de Argentijnen. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Pogba. N'Golo Kanté. Antoine Griezmann. Olivier Giroud. Lehmann. Daar zit de tegenstander tussen. En wie? Als je de achtste finale speelt, krijg je geen tijd om te wennen aan de nog. Daar is de kans! Even dat is ook trouwens niet buitenspel. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Klopt dat? Ja, het is buitenspel, ja. Kwartiertje gespeeld. Samuel Umtiti. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Lloris. Griezmann. Mbappé. Mbappé. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Maakt. Oh, goede kans. Higuain. Higuain kan. Dit is een corner. De verdediger raakt de bal. Corner voor Argentinië, hè? Messi trapt de bal. Kopbal is goed en die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging raakt hem. Laten we nog maar eens naar die redding kijken, Juri. Ja, daar stond hij goed te keeper, hoor. Hij liet zich niet verrassen. Goede kans en een goede redding. Sorry. Goed gekopt, zei en een dappere poging van Argentinië. Lionel Messi, goed gespeeld van Lionel Messi! En dat is niet. Higuain, daar wordt gekopt. Die bal is niet ongevaarlijk hoor. Het leidt tot hachelijke momenten in de 16. Speler krijgt de bal weer terug. Lehmann. De bal gaat door de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Lucas Digne. Paul Pogba. Olivier Giroud. Antoine Griezmann. Wordt dit een doelpunt? En oh, dit is niks. Het is 1-0 voor Frankrijk. Frankrijk leidt. Logisch, ze liggen op koers voor een wat een geklungel zijn. De zal zich niet zomaar gewonnen geven. Frankrijk staat voor met 1-0. Eerste kans voor de Frans aan meteen een doelpunt. Ja. Ja, vanuit die hoek is het doel lekker groot. Het was goed geanticipeerd, hey. Dat ging de verdediger wel op aan. Moet de bal nog gaan, stop het maar, dat lukt niet. 1-0. De Fransen staan voor bij de aftrap. En nu moeten de Argentijnen weer. Lionel kunnen Messi. Ze toch nog naar huis. Messi. Messi. Argentinië moet Messi. Naar scoren, zou je zeggen. Messi. Lionel Messi. Goal. 1-1. Daar is het aan, tegengoal. Lionel Messi. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon pure techniek. Kijk eens. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Ja, geweldig tegen. 1-1, Lionel Messi scoort. En nu is of je spijt jou opengebroken. Nu gaan ze ook meer... meer doen. Nu durven ze meer. Dat durft Frankrijk nu ook. Argentinië durft dat nu ook. Di Maria. En Argentinië neemt die bal mee naar voren. De verdediging werkt niet mee. Dat is een terugspelbal. Net op tijd onderschept. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. N'Golo Kanté. Mbappé. Antoine Griezmann. Griezmann is gevaarlijk die ze nu doet. Romero goed gedaan. Messi. N'Golo Kanté. De extra 3 tijd draagt 3 minuten. Antoine Griezmann.
en neemt de bal mee richting het doel. En daar komt de goal voor Lemar. Nee, hij gaat eroverheen. Missen zou je toch denken. Ja, die had van die dat was de kans voor de Fransen. Die bal had je erin moeten gegaan. Anders kan ik deze misser ook niet verklaren. We gaan dus rusten. Of mag ik 18 minuten? Nee, het is rust. We zijn aan de rust toe. Het is 1-1. Gelijk, maar daar gaan ze de komende 45 minuten toch hopelijk iets aan doen. Ja. Ja, het is even wennen aan die knock-out wedstrijd. Ja, nog ook. 1-1 dus. Nou, Frankrijk, Argentinië, 1-1. Ja, we gaan gewoon lekker de tweede helft doen. Jawel. De scheidsrechter heeft gefloten voor de tweede helft, Jury. Laten we er maar eens even goed voor gaan zitten. Nou, Evert, ik hoop op een geweldige tweede helft. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. Zien. En de speler bereikt, maar die krijgt weinig tijd om te handelen. Komt hier een doelpoging aan? Kijk eens hier. Mooi geprobeerd hoor. Maar ja, ze doen dat met een flink stuk lager. Griezmann. Mbappé. Maakt zich wellicht al. Goed. Moet je dat zien? Verdediging alert. Weggewerkt. Messi. Ja, Messi man. Hoe was hij de eerste helft? Messi nou, man. Gelijkmaker gescoord. Messi en, man. Dat zal hem vast vertrouwen geven om door te gaan. En misschien zelfs zijn ploeg naar de overwinning te loodsen. Kijk, het is natuurlijk. Ja, gewoon, Griezmann. Ja, Griezmann. Als ze snel handelen, Messi kunnen ze man. Toeslaan in de omschakeling. Wie zendt dat nou? Even ten apen natuurlijk, hè? Mascherano. Marcos Rojo. Ever Banega. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Antoine Griezmann. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Lionel Messi. Messi. Gonzalo Higuaín. Higuaín. Goed en de vlak langs voor Banega. Die bal gaat er niet in. Wissel bij de Fransen. Ja, dit is echt goed verdedigd. Misschien ga ik ook een paar keer wisselen nu. Frankrijk gaat een nieuwe speler in de ploeg brengen. Bij de knock-outfase moet ik nog even kijken. N'Golo Kanté. Olivier Giroud. Wie weet levert dit een kans op. Daar komen de Fransen. Ja, daar komen ze en ze zijn altijd gevaarlijk. Oeh, dat is een hele vieze overtreding. Ja, er wordt ook hier natuurlijk getackled. Ja, waarom niet? Het is een hele vieze overtreding. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte om zichzelf te creëren? Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Och, daar komt een kaart aan. Dan kun je een kaart hebben die kan Messi niet hebben. In de 70ste minuut. Dat was een forse overtreding en daar staat geel. Ja, ik denk dat ik toch maar eens ga wisselen, jongens. We hebben Agüe, Diva, 87ste. Guzman. Die Maria, die 85 en hij is een spits. Hij is ook een spits. Dus ik ga Aguero ga ik erin doen. Voor hem. Ja. Nog zijn we bezig. Oh, goed. Dat is denk ik beter zo. Klopt, goed gezien van de scheids. Ja, terecht. Ga toch maar eens een wissel. Argentinië gaat ook wisselen. Dat hij met deze wissel een doorbraak kan forceren en de leiding kan pakken. Ik ga hem eruit gooien en dan ga ik hem erin gooien. Ik ken niet al die Argentijnse spelers, joh. Ik ken ze allemaal niet. De meeste spelers ken ik toch wel bij ons. We gaan in de reguliere speeltijd. Nou, hij gaat schieten. Op Benega. Om al dichterbij te komen. Messi heeft keel. Messi moet dus uitkijken. De voorzet van Lionel Messi. En Loris zit eraan. Wat een reflex even. Schitterend om te zien. Corner. Hij kiest ervoor om de en goed gedaan. Maar nog niet helemaal 100%. Dankzij een uitstekende redding van de keeper blijft het gelijk. Hij schoot van afstand, maar daar ligt de keeper niet wakker van. Nee, de keeper zag de bal aankomen en eigenlijk hoefde hij niet eens echt in actie te komen.
nog een kwartier. Spannende kwartier. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? We zien. Hier weer maar links door hij vrij. Aguero is de belangrijkste aanvaller. Daar loopt Messi naar. Kom je aan? 10 minuten. Wat kan Argentinië nog? Wat kan Frankrijk? In de laatste 10 minuten. Of wordt het meteen nou de eerste verlenging die we al hier zien? Zou dat niet gebeuren of niet? En dit is een goede kans voor Argentinië. En hij gaat er niet in. Loris zit daar weer aan, hè? Oei, 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 oei. De corner. De kopbal en Loris. Was nog binnen of niet? Ja. Team in de race voor de overwinning. Ja, nu blijft het scoren gelijk. Knappe redding hoor op die inzet voor dichtbij. Mbappé. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag. Samuel Umtiti. En daar gaan de Fransen in de aanval. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. 2 minuten nog. Nee, die bal wordt onderschept en de kans is voorbij. 2 minuten. De laatste 2 minuten. Is dat het moment dat Argentinië kan ontsnappen aan een verlenging? Nee. Hij krijgt weinig tijd. Op die plek mag je de bal zeker niet... De volle 90 minuten zitten erop, jongens. Er komt een verlenging al meteen aan. De eerste knock-out fase op ons kanaal wordt meteen al een verlenging. 1-1. Na 90 minuten. Ik ga toch een wissel inzetten. Ik laat Messi er nog in. Zabaila is een verdediger. Die zet ik door hem om. Ik kijk ook naar de allergie, hè. Want hij is wat sterk, dus ik zet hem erin. Ik weet niet wie dat is. Goed, jongens. Nou, laten we met de verlenging beginnen. Jawel, ja. En zo is de verlenging begonnen. Verlengen. Eerste verlenging aan het team. Matuidi. Maar na 120 minuten staat het nog steeds gelijk. Dan gaat er penalties komen. De Fransen proberen de bal naar voren te krijgen. Moet gebeuren. En goede redding. En nog niet aan. Proefring voor Frankrijk. Pogba. Olivier Giroud. Samuel Umtiti. En goed gedaan voor Romero. Messi zet druk. Messi heeft de bal. En dan. Higuain kan het doen. Higuain doet het. 2-1. Voor Argentinië. Hij zet erin. Mooi gespeeld en overtuigend gescoord. Goed, druk is dat van Lionel Messi. En in de 101ste minuut zet hij erin. Higuain scoort. Er wordt afgetrapt en het is Frankrijk dat op achterstand staat. Samuel Umtiti. Gibril Sidibe. Oh, daar gaat hij. Mogelijk een goede kans hier. Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Egoi. Niet meer dan 2 minuten blessuretijd. En de scheidsrechter vindt dit een voordeelsituatie voor de Argentijnen. En op de paal. Hij gaat er niet in, slecht afgewerkt man. Ja,
slecht afgemaakt. Ja, die bal. Die... De eerste helft van de verlenging zit al. Als er aan het einde van de tweede verlenging nog geen winnaar is, ja, dan gaan we strafschoppen nemen. 2-1 voor Argentinië. Dus kijken of ik de laatste wissel nog in kan zetten. CRM 87. Beneden eruit. Nee, hij eruit. Ja, jongens. We gaan naar de tweede helft van de verlenging. Het laatste kwartier voetbal is begonnen. Ja. En daar gaan de Argentijnen weer naar voren. Verdediging blokt. Griezmann. Het was niet Griezmann. Griezmann is er voorbij. Griezmann is er voorbij. En gaat neer. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Er komt een overtreding aan. En een mooie plek. En er kan ook misschien een rode kaart eraan komen. Geel geeft hij. De scheidsrechter trekt geel. Het is geel, waarom is het geen rood? Dat vraag ik me af. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter ja. Heeft het gezien. Hij maakt een sliding. Hij gaat wel heel snel liggen. Dus misschien is hij wel terecht in de kaart. Pogba. En Romero. De keeper krijgt er nog een handje achter. Uitstekend ingekomen. Messi. Ja, het antwoord van de keeper is zo mogelijk nog indrukwekkender. Messi. Goed gezien. Higuain. En een dappere poging van Argentinië. Higuain. En de keeper. Prima, de keeper zegt, zo voorkom je een doelpunt in de rebound. Het zag dat er veel gelopen uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. We hebben nog een krappe ik bedoel, de Duitse in de tweede helft van de 90 verlenging. Minuten zijn al voorbij, hè? Ever Banega. Goed gedaan, hoor. Je moet ze nu ook niet laten scoren. Nou, vooruit. Wie durft nog? De tijd begint nu nog echt te dringen. Och, jongen. Dat is je tweede gele kaart. Je kan vertrekken. Dat is een handige actie van hem. Argentinië gaat verder met 10 man. Ja, dat is natuurlijk niet slim. Fazio krijgt een tweede gele kaart. 119e minuut. En we hebben nog 2 minuten speeltijd over in de tweede helft van deze verlenging. Messi. Daar ligt ruimte voor Messi. De tegenstoot. Messi. Er komen 2 minuten blessuretijd. 2 minuten. Nou, Frankrijk. Je moet wel iets gaan doen. Daar komt nog een laatste aanval aan. En als de ploeg nog een resultaat wil halen, moeten ze nu toeslaan. Daar komt ook het moment. Giroud moet het trekken. En dan is het afgelopen, vriend. Jawel. Het is afgelopen. Ja, Frank Argentinië wint met 2-1 in de 120e minuut. Ja, ik denk dat 2-1, nou. Ik wel terugdenken aan dit moment. Wat een opluchting dat deze wedstrijd is gewonnen, Jori. Ja, na die Argentinië gaat verder. Ze hebben gewonnen van Frankrijk met 2-1. Dat betekent een halve lengte eraan moeten komen bij ons. Nou. 2-1. Dat wordt de einduitslag, jongens. 2-1 voor Argentinië. Goed, kijkers. Ik ga het hier zo belaten, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot straks dan weer, jongens. Mazzel!